Welkom, Remco. Eventjes, want jij hebt een Google-bril op. Ja, dat is geen virtual reality-bril. Nee, hij staat je enig. Maar dankjewel. Goed, er is wel degelijk een groot verschil tussen een Google-bril en een... Ja, absoluut. Ja. En voor de mensen die daar... wat is het grootste verschil? Dit is meer een soort smartphone op je hoofd. En dit is echt, als je hem opzet, een hele andere wereld waar je je in begeeft. Want wat doet die virtual reality-bril precies? Hij speelt eigenlijk een filmpje af, maar in 3D. En doordat er sensoren in de bril zitten, houdt hij precies bij waar je naar kijkt en waar je draait. En je kan dan in 360 graden alles om je heen zien. Precies beleven zoals het eigenlijk, ja, zoals je normaal je wereld om je heen ook beleeft. Want hoe kan dat dan? Hoe kan het dan dat je dat zo voelt alsof je daar onderdeel van uitmaakt? Er zijn een aantal factoren. Gek genoeg is het scherm niet zo van hele grote kwaliteit. Maar met name die sensoren, zodat als je je hoofd maar een klein stukje draait, dat je dan ook dat meteen voelt. En 3D. En het grappige is dat de 3D-techniek die hiervoor gebruikt wordt... Eigenlijk dezelfde techniek is als deze oude Viewmaster met die mooie schijfjes die we allemaal uit de jeugd... Die heb ik vroeger veelvuldig bekeken, ja. Ja, dus het zijn eigenlijk twee beelden die je voor je ogen krijgt. Die verschillen iets en daardoor lijkt het net alsof je 3D, het als 3D ziet. Ik was een van de gelukkigen die het mocht het uitproberen. Vlak voor de uitzending hebben we dat opgenomen. Gaat het nog een beetje? Het gaat heel goed. Oké, gelukkig. Het gaat heel goed. Maar zo zag dat er ongeveer uit. Tenminste, dat heb ik ook niet gezien. Want ik zag het vanuit een andere wereld. Je gaat eerst omhoog. Ja? Dus je gaat eerst met een spiraalvormige beweging. Oh my god. Je kan dus ook naar beneden kijken, bijvoorbeeld. Oh, godver. Nou, gaat het nu nog even rechtuit. En dan ga je... Nee. Nu naar beneden. Ah! Oh god. Oh my god, wat erg. Oh, te gek. Ja, harder. Probeer ook rondje heen te kijken. Er komt van vuur aan nu. Oh, nee. Weer naar beneden. En dan gaat hij ook een stuk harder. Oh, wauw. Die is goed. Ja. Oh, te gek. Ja. Oh. Zo. Oh, fuck me. Gaat het? Even diep ademen. Zo. Ja, sommige woorden hadden weggebliept kunnen worden, maar ja... In de emotie gaat het dan zo. Ik moet je eerlijk zeggen, nou ben ik fan van achtbanen. Dat geldt aanzienlijk, denk ik. Hè? Ja, absoluut. Ja, als je een beetje leuk vindt en niet bang bent om misselijk te worden... dan is het makkelijker om het mensen te laten doen. Wat is ik moet je zeggen, ik vond het een onwaarschijnlijke ervaring. Het is precies wat je zegt. Als je om je heen kijkt, zie je ook... Want op een gegeven moment waarschuwde jij mij ook. Er kwam zo'n grote bal achter me aan. Ja. En, het is tegelijkertijd... De bochten waren het engst. Terwijl wat naar beneden gaan, dat viel me eigenlijk nog reuze mee. Ja. Wat doet het met je brein? Nou, het is eigenlijk gewoon een grote truc die gespeeld wordt met je hersens. Je wordt eigenlijk gewoon een beetje in de maling genomen. Want wat je ook krijgt, ik weet niet of jij dat ook gehad... maar veel mensen krijgen vlinders in hun buik. Je merkt dat je begint te zweten, dat je toch een beetje begint te trillen. Je zit er echt in. Ja. En dat is ook het bijzondere, dat je dus je hersens zo in de maling kan nemen... dat het echt lijkt alsof je in een andere wereld bent. Leuk, dit kijkje in de keuken of in mijn hersenen. Die achtbaan was top. Remco, dank je wel voor je komst. Bedankt.